De innovatie binnen de landbouw gaat razendsnel en daarbij worden zelfs satellieten gebruikt. Moderne landbouwmachines worden aangestuurd met GPS. En via de satelliet zijn we in staat om naar de grond en de gewassen te kijken. Op deze manier kun je snel observeren wat de verwachte opbrengst is, of er plaatselijk bemest moet worden en of er ergens een ziekte is. De teler kan daar op tijd op inspelen door te irrigeren of plaatselijk te bemesten of te bestrijden. En door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en satellietbeelden kunnen we efficiënter en duurzamer werken.